En nu hier aan tafel, Hanneke Braam, welkom. Je bent regisseur. Klopt. Je hebt het fantastische boek van Jan Wolkers, Turk Fruit, daar heb je een bewerking van gemaakt, een theaterbewerking. Wie waren jouw hoofdrolspelers? Ik heb het geregisseerd. De bewerking was door Sophie Cassis gedaan. Chris Peters, Ali Zijlstra, Bart Klever en Debbie Korper speelden dat vorig seizoen. Ja. Dus heb ik vorig seizoen ontzettend van genoten om dat te mogen regisseren. Je had mazzel dat het klaar was. Absoluut, absoluut. Ja. We hebben in september nog een reprise gehad, oktober, de laatste voorstellingen. Maar ja, nu extra dankbaar dat ik daar toen zo van heb kunnen genieten. Waarom blijft dat een van de mooiste liefdesgeschiedenissen ooit geschreven in de Nederlandse literatuur? Ja, het is zo onontkoombaar, weet je wel. Het is zo gulzig, gretig en met een afschuwelijke afloop. Mm. Dus het is oerboek. En hoe kom je weg bij, want ik heb de film zo vaak gezien. Hoe kom je weg bij het beeld wat ik heb van Monique van der Venne en Rutger Hauer? Dat lijkt me de allergrootste handicap. Ik vond het een heel slecht idee om een toneelstuk van te maken. Ja, absoluut. En daarom zei je ja. Nee, want slecht idee, ik doe mee. Slecht idee, ik doe graag en we gaan mee. Nee, ja, dan je duikt natuurlijk in zo'n boek. En zeker met Sophie Cassis die het bewerkt. En dan ga je toch naar wat raakt mij erin? Wat zou ik hieruit willen vertellen? Waarom? En des te meer je in zo'n boek verdiept, des te meer je erachter komt dat het een dwingend verhaal is wat je nogmaals wil vertellen. Maar dus dan hoef je niet eens je best te doen om weg te blijven bij die film. Bij de oerversie. Dat kost verder geen moeite. Dat is de vraag die veel gesteld wordt, maar niet iets bij als maken. Nee. Zeg, 12 maart ging alles dicht in Nederland, theaters. Wat was jij aan het doen op die dag? Ik zat met Marco Lopez, we waren aan try-outen. Marco Lopez is een cabaretier. Dan zaten wij klaar voor onze tweede try-out in Zwolle. We hadden de avond daarvoor gespeeld. Hoe ging dat, de eerste avond? Goed. We waren gelukkig. We hadden net een cabaretier is heel erg afhankelijk van het publiek. Hoe valt het? En hoe valt het materiaal? Kunnen ze me volgen? En we waren eigenlijk, dat liep lekker. Dat werd, het was gewaagd, maar lekker schurend. Ja, want die jonge makers, dat vind ik zo belangrijk, dat zijn echt de makers van nu, snap je? Dus ik denk ook wel eens, wil je dat vertellen? Vind je dat belangrijk? En dan weten ze mij te overtuigen. Bij welke passage dacht je? Ik ga er nog steeds vanuit dat die voorstelling gaat komen. Dus ik wil er ook niet te veel over zeggen. Nee, maar geef me een klein voorbeeld. Deze man doet ook een stukje Sneeuwwit en daar Sneeuwwitje en daarin is hij scherp over de man-vrouw problematiek, zeg maar. Dus dan denk je, kan dit wel, kan dit niet. En maar humor is natuurlijk de manier om wat moeilijkere thema's, wat schurende thema's. Maar toen dacht jij, hier ben ik te oud voor? Nee, zeker niet. Maar het is wel, ik vind het zelf heel erg lekker om met de jonge makers te werken, omdat dat mijn geest ook scherpt. Ja, waar zijn die nu? En de cabaretiers van thuis. Wat zijn ze aan het doen? Ja, zo zonde. Want zij zitten natuurlijk, juist deze tijd, heb je natuurlijk reflectie en humor als geen ander nodig. Dat heb je nodig. We zitten maar je kan toch, heel even flauw, hè? Stel voor je bent cabaretier en je moet jezelf nog bewijzen. Ja. Maar de theaters zijn dicht. En de lach uit de zaal, die krijg je dus niet. Ja, ik zie in Amerika al die jongens die een late night show hebben. Seth Meyers en anderen. Dat zijn natuurlijk ook cabaretiers. Op een Amerikaanse manier. Die gaan voor een cameraatje zitten thuis op de zolderkamer. En die maken televisieprogramma's. Ja. Waar ik hard aan moet lachen soms. Ja, waar zijn die jongens en meiden die dat hier in Nederland ook kunnen doen? Dat doen ze ook. Anne Neutenboom regisseer ik. Die maakt vrij veel materiaal ook. Vlogs-achtige dingen. Heb je de Amerikaanse cabaretieren gezien bijvoorbeeld die de stem van Trump gebruikt om zijn gezien, meest absurde gelezen passages? En dan uit vind ik het wel jammer. Sarah Cooper. Ja, maar dan vind ik het toch jammer dat daar in de Maar heel even uitleggen, want anders voor mensen die dat niet weten. Ja, Sarah Cooper gebruikt dus passages uit de persconferenties van Trump. Ja. Die zo absurd zijn, maar zij is een African-American dame. Ja. Heel erg grappig. En zij lip-synct die. Ja, ze gebruikt Trump en dat doet ze dan. Absoluut geweldig voorbeeld hoe je kan laten zien hoe absurd het is. Ja. Dus dat is fantastisch. Maar dat kunnen wij ook. Ja. Dus ik was teleurgesteld dat in de Volkskrant daar een
hele pagina over ging. Terwijl ik denk, we hebben ze zelf waar in Nederland. Waar vinden we ze? Geef mij de website. Nou, dat ga ik je nu vertellen. Ja. Ik dacht, kijk, ik hang aan de live. Ik ben natuurlijk van theater, jij misschien meer van televisie. Dus ik hou van daadwerkelijk aanwezig zijn. Maar dat kan niet. Echt geprobeerd. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb het ook echt geprobeerd om veel te... Maar ik vind een comedy show op tv kijken, dat is voor mij al... Dat vind ik qua concentratie best wel een ding. Ja. In een theater gaat licht uit en kan ik focussen. Dat snap ik. Nee, goed. Maar die jonge makers, die hoeven geen vol carré. Snap je? 30, 60 mensen. Als er maar publiek is, dan kunnen ze hun materiaal scherpen. Kunnen ze kijken of het werkt. Maar ik snap wat je zegt, maar het publiek is nu niet fysiek aanwezig. Maar en om je te pesten, waarom gaan ze niet voor een cameraatje zitten en maken ons aan het lachen? Ja, ik denk omdat als je nieuwe materiaal, zeg maar, daar heb je een reactie voor nodig. Hoezo? Ja, omdat je dan... Je bent eigenlijk in een dialoog, maar de ander praat niet terug. Ja, je moet even wennen en de bakens verzetten in deze tijd. Absoluut. Iedereen moet een andere vorm vinden. En dat is heel erg... Dat vind ik ook dan wel positief aan deze tijd. Toch? Hè? Dat iedereen zich opnieuw moet uitvinden. Absoluut. Ja. Nee, daar ben ik met je eens. Ik wil je niet alleen maar daarover doorzuigen. Maar het zou natuurlijk fraai zijn en prettig als ook hier een nieuwe vorm gevonden wordt. Van natuurlijk, een vol carré. Ja, ja. We hebben het hier besproken aan tafel vandaag. Van een zaal zonder vol publiek is geen goede zaal. Hè, de voorstelling van Hans Kersting hebben we het over gehad net. In de stad Schouwburg met 30 man is toch een beetje... Niks eigenlijk. Ja. Nou, niet niks, maar het is gemankeerd, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik vind die nieuwe vormen hartstikke interessant. Nee, vind ik ook. En ik denk ook, het moeten allebei zijn. Maar het is wel een verschil of je als cabaretier je vorm gevonden hebt of beginnend maker bent. Mm. Want als beginnend maker ben je nog helemaal heel erg op zoek naar wie ben ik op dat podium. En dan heb je de respons nodig om te oefenen. Ja eigenlijk wel. Plus, daar komt iets anders. We kunnen buiten spelen. Dus ik heb dus klapstoelcabaret bedacht. Ja. Dan gaan we, dat is ook maar net waar ik van aanga als maker natuurlijk. In zo'n periode... Maar leg het uit, klapstoel, dat klinkt heel goed. Ja, waar gaan we dat zien? Die cabaretiers die jij kent, die nog niet zo bekend zijn, die pakken een klapstoel. En Tom, we zijn aan het sparen voor een pop-up buitenpodium. Dus daar kan je ook voor doneren op Voor de Kunst klapstoelcabaret. Cabaret met een K, twee keer met een K. Dan rijden wij met dat podium naar een aantal theaters toe. De theaters hebben dat ook heel goed en fijn ontvangen. Dan klappen wij onze kar uit op hun parkeergarage of in hun binnentuin. Of zelfs soms op hun toneel. En dan is het tot plug and play. Dus dan spelen wij. En dan nemen mensen, het publiek moet een eigen klapstoel meenemen. Mogen ook een eigen fles wijn meenemen. Of wat dan ook, hè. Frisje mag ook. En dan spelen we dus toch ons materiaal. Waar te zien. Wanneer? Wanneer te zien? Nou, we zijn in ieder geval in Groningen te zien en in Velsen, Schouwburg. Weet je het zo uit je hoofd, de data? Nee, ik weet geen data. Okay. www.klapstoelcabaret.nl staan data. En dat is natuurlijk nu allemaal nog mag het. Het is nog een in ontwikkeling, maar we gaan dat zeker door het land spelen. En als u een grote achtertuin heeft, kan je ook boeken natuurlijk gewoon. We zijn dan ook even onafhankelijk van theater. Goed idee. Ja, ik snap wat je zegt qua... Het kan ook online, maar als je de nieuwe makers hebt, is dat toch anders, weet je wel? Die moeten zich... Voor de ontwikkeling is dat beter. Nou, en we hebben ook natuurlijk geen Amerikaanse president. Nee, door met Rutte maak je weinig... Goddank niet, nee. Nee, maar voor cabaretiers is wel jammer. Ja, nee, maar wij hebben andere dingen, hè. Wat dus, dan? Wie zou je leuk vinden om mee te spelen uit de Nederlandse politiek? Nou, ik vind sowieso... Ja, ik heb van best Dissel, wel... ik zie het niet gebeuren. Nou, dit is wel hoe beroemd onze virologen zijn geworden. Dat is natuurlijk wel, dat hadden ze ook niet verwacht natuurlijk. Hè? Dat is wel op zich bijzonder. Dus een soort sterrenstatus als viroloog kan... Nou, hebben, dat Ab Oosterhuis, daar zie ik wel, met een giletje erbij. Ja hoor, nee, ze zijn zeker... Iedereen is goed te persifleren. En dat ben jij ook en ik ook. Dus dat is ik ben heel lastig te persifleren. Is dat zo? Ja, een gezicht dat op te veel mensen lijkt. Ik weet niet wat het is, maar ik heb nog nooit een goede persiflage van mezelf gezien. Nou, een uitdaging. En dan op tv. Te saai. En dan... Er zijn betere om te testen. Peter de Vries is makkelijker. Ja, die is misschien te makkelijk. Nou, hou je van cabaret zelf? Ben je een groot liefhebber? Of is het net als bij Turks Fruit? Slecht idee, ik doe mee. Nee, ik kom uit de toneelhoek natuurlijk. Ja. Maar ik vind humor zo vreselijk belangrijk. Ja, zeker en daarmee, nu. Je kan ook met humor zoveel...
kwesties, weet je wel, gewoon herkenbare, een luizenmoeder, maar ook... Moet je niet toch een oproep doen, want het is zo verdomd stil, vind ik, van de grote cabaretiers van ons land, die bestrijden elkaar, hè? Joep van het Hek en Diederik, die zijn zuur op elkaar. En ik denk, jongens, ga eens voor een camera zitten en geef wat lucht. Ik probeer ook een beetje bij dat weg te blijven of zo. Want dan word je niet... Het gezeur. Ja, want je wil gewoon van een beetje drop en erover gevoel. Ja. En dit helpt natuurlijk niet als we kritiek op elkaar gaan hebben. Ik weet van een aantal grotere cabaretiers ook dat ze zijn al in beweging. Het duurt ook even, voor je die initiatief hebt. Dus ik denk dat er van alles aan gaat komen, maar dat we het nu nog niet weten. Oké, klapstoel cabaret met allemaal kaas, .nl. Ga naar die website toe en bestel een klapstoel cabaretier in je achtertuin of in je voortuin. Of in de kerk misschien wel, weet ik veel. Een katholieke kerk die leeg staat, er zijn er plenty van. Nee, zeker. Die zouden we sowieso om kunnen bouwen tot theaterstukjes. Ja, joh. Tegenover mijn huis in Horst. Oh nee, die is tegenwoordig een school. Maar Horst, ga daar naartoe. Ja. Hanneke, hoeveel mensen hebben als gevolg van de coronacrisis in jouw omgeving even niks te doen voor het bord waar we dat erbij houden? Ja, dus in dat klapstoel cabaret zijn 6 cabaretiers die van de een op de andere dag... 0 optredens hebben. Geen optreden is geen 6. Inkomen. Het zijn er 6. 7. Mij erbij 7. Kijk, als je het ook voor de mensen, de technici die daaraan zitten. Ja. Alle andere jonge cabaretiers in Nederland. Dan zou ik het niet weten. Dan gaan we over de... We houden het op 7. Ik vertegenwoordig 7. Zet dan je naam vooral heel groot op dat bord. Ja. Klim ergens op. Ja, zullen we het er nog bij? En zet even de website erbij. Ja, dan kijken we mee. Zeker doen. Ja. Dankjewel, bedankt. Leuk dat je er was.